Heeft Jo Klaassen heeft hij net de generaal een kopje kleiner gemaakt en keurig netjes begraven. En Jo Klaassen is behoorlijk moe geworden van al dat graafwerk. En dan loop je ook nog te klagen van jongens, er was geen koffie, helemaal niks, niemand had. En ik ben er wel vreselijk moe van geworden, dus ik ga even slapen. Jongens, ik ga wel rusten. En Jo Klaassen gaat slapen. Nee, alles niet met dat spelletje van met smilk. En dat kun je altijd doen, hè? Afhankelijk van ja, hoe dat werkt met je publiek. Of dat je het al, als je het al aan het begin hebt gedaan, dat je zegt van wie lekker uit te snurken, weet je wel. Oh, ben ik het zelf? Als je, dan moet je het niet nog een keer doen. Maar goed, Jo Klaassen gaat slapen. En dan komt de beul op met de galg. En die zet de galg in de speelrand. Jo Klaassen, die schrikt wakker. En die vraagt van, hey, Gerdauwert, wat ben jij voor een kerel? Ik ben de beul. De beul van Haarlem. Oh, en ik ben Jo Klaassen. Jo Klaassen van Amsterdam. Jo Klaassen, jij hebt een mens vermoord. Voor straf moet jij met je kop in de galg. He, stop jij je grootmoeder in de kalk? Ik zei de galg. Au jij? Ziet hij die galg ook? Wordt dat echt? Dat moet echt. Vind ik zo prachtig. Zo mooi. Dat moet echt. Au jij? Au, lieve mensen hier in Amsterdam. En omleggende plaatsjes. Zij die gaan sterven. Die groeten niet. Schiet op. Ach man. Maar we hebben geen haast. Schiet op. Wist niet dat hij de trein nog moest halen. Ja, hij komt uit Haarlem. Hij gaat vooruit dan. Dan gaan we. En hoppakee. Oh, help. Oh jongens, ik stik. Oh, ik ben dood. Oh, help. Jo Klaassen. Ja, wie is dat? Oh, ben jij het? Je doet het helemaal verkeerd. Oh, zo krijgt nou wat jongens. Ik blijf nog. En ik doe het helemaal verkeerd. Ja, ik heb er ook nog geen ervaring mee. Hè. Zeg je kerel, kan jij het misschien even voordoen? Dan snap ik het misschien ook een beetje. Goed, let op. Nou, gaat hij het voordoen. En dan gaat hij zo met zijn kop. En dat is 1. Hop. En dan pas met zijn kop in die lus. En dan trekt hij weer zijn kop uit de lus, de beul. En dan is het weer. En dat is 2. Hop. En weer eruit. Wow. En dat is 3. Hop. Hop! Trekt Jo Klaassen, die hele galg, die hele Klaassen uit de speelplank. En die beul komt erin. Oh! Oké, en dan Jo Klaassen die slingert hem meteen uit de poppenkast. En dan roept hij, hij slingert hem linksom, rechtsom, linksom. En dan roept hij, mensen, pas op voor het spatten van de poppen. En dan gooit hij hoppakee die bul in de poppenkast. En dan zegt hij, jongens, dat heb ik een fijn gelapt. Applaus voor Jo Klaassen. Hey. Applaus voor Jo Klaassen. En heb ik ook voor de bul heb ik ook beentjes gegeven. De meeste poppen hebben geen benen dan. Poppen, Jo Klaassen wel, die kan niet dansen en lekker zitten. Maar die bul, omdat die dus opgehangen wordt, is het wel leuk dat hij benen heeft. Ja, ja. Dus dat opeens die beentjes ook ziet bubbelen. Dan wordt het nog dramatischer. Maar vroeger had je dus een bul, echt, die heeft echt bestaan. Die werd ontboden uit Haarlem. Ik heb nog een kopie van de originele rekening. Zoveel voor het wurgen en zoveel voor het bakken nee. En voor het verdrinken en zo allemaal. En al die mensen die eigenlijk gedood werden op de Dam, die zijn toen getransporteerd naar het Galgenveld, dus over, Galgenveld over het ei gezet. En daar werden ze overgelaten aan de raven. Ja. Ja, dat zijn echt, moet je maar eens googlen, dan vind je die verhalen wel. Ja. Maar in elk geval, op de Dam, dan had je de Vierschaar in het oorspronkelijke stadhuis, wat nu het paleis is. En mensen werden daar dus terechtgesteld. Er werd een schavot op de Dam opgebouwd. Waar wij dus straks met onze poppenkast weer gaan staan. En daar werden dus mensen van terechtgesteld. En de hele stad liep uit, jong en oud. Er werd ook geen onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen. Het was een uitje zoals we
tegenwoordig naar een voetbalwedstrijd gaan, gingen ze naar een executie op de kijken. Goed, dat heb die scène, bestaat dus nog in de poppenkast.